Fabian Krul, echte Leidse draaiorgelman. Ja, dat klopt. Hoe lang doe jij het al? Ik doe het vanaf mijn 13e jaar. Iedere dag in dag uit met orgel onderweg en alles is orgel. Tot vervelend toe af en toe. Fabian Krul en Ruud Brienen hadden allebei eerder een orgel dan een auto. Het zegt wat over hun passie voor het vak. Een vak dat de laatste jaren onder druk staat, al was het maar omdat steeds minder mensen contant geld op zak hebben. Dat de draaiorgelcultuur nu op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed staat, doet ze dan ook goed. Ja, dat is wel een stukje erkenning dat het erbij hoort, zoals molens, klompen en tulpen natuurlijk, een draaiorgel. Dat is geweldig, dat is een positief bericht in ieder geval. Een soort ook erkenning van het vak als orgeldraaier. Dat is natuurlijk al sinds 1875 hebben we daar al mee te maken met het fenomeen orgeldraaier. De tijd dat de computers en de televisies en de radio's allemaal nog niet waren uitgevonden, liep de draaiorgel hier al door de straat heen. Leiden is echt een draaiorgelstad. Ja, Leiden is een cultuur met draaiorgels al vanaf 1900. Dat hier orgels op paardenwagen door de stad gingen. En dat het orgel zeg maar, verzorgde voor de hele familie het eten. Zo zijn ze ook op straat gekomen in Nederland. Hè. Dus zo'n draaiorgel, daar speelden zeg maar, 6 mensen mee met de hand draaien, paard ervoor. Dan liepen ze door de wijk heen met de hele familie. En dat orgel zorgde voor patiënten s'avonds om te eten. En dat was iedere dag in dag uit, was het zo? Jij kan er ook nog van leven? Ik kan er ook nog van leven, anders deed ik dat niet iedere dag. Hè. Het is iets echt Nederlands, je ziet het in geen enkele ander land in Europa of in de wereld. Draaiorgel op straat met een manser ernaast, dat heet het geldophaal, is heet een manser, het beroep. En dat kom je eigenlijk nergens ter wereld tegen, alleen in Nederland. Dus het is echt een cultureel aspect wat dat betreft.